kleur. Ja, dat is een pas goed hoor. Ja. En hoe zoekt hij zo? Ik heb juist de camera's vol in kort. Het is op de zorg nu naar achteren te gaan. Nu staan we net in de zone waar mogelijke delen van de ontploffing mocht dat gebeuren. Dus we zoeken nu naar achteren te gaan, wordt al afgelicht. En zoals u ziet is er gepoogd, dan wel geslaagd om de pinautomaat op te blazen. We gaan onderzoeken. Het is voorlopig nog niet veilig, vandaar dat het allemaal even duurt. We gaan een onderzoek instellen wat er is gebeurd, wat voor explosief er is gebeurd. Voor zover wij nu weten is in ieder geval geen gewonden gevallen. Maar zoals jullie kunnen zien is de schade aanzienlijk. Dat betekent ook dat het winkelcentrum morgen wat later open zal gaan. Dat betekent ook dat Liander bezig is nu om de stroom van het gebouw af te halen. Zodat we met z'n allen kunnen kijken wat is er nou werkelijk gebeurd. Zijn er nog sporen te vinden? En we geven de ondernemers nu de gelegenheid om ervoor te zorgen dat ze niet zo heel veel schade lijden van wat hier gebeurd is. Hoe ernstig is het? Nou, als ik zo naar het gebouwtje kijk, dan denk ik dat het gebouwtje herbouwd moet worden. Ik heb begrepen dat de winkel die erachter zit, dat die ook schade heeft. Voor zover ik weet, is er verder geen persoonlijke schade ontstaan. En wat de schade aan het pinapparaat is en of de spullen weg zijn, kan ik je niet vertellen. Dat weet ik niet. En als we het weten, gaan we het ook niet vertellen. Want dat lijkt me heel duidelijk. Is er al een signalement van de mogelijke daders? Ja, er is ook een burgernet uitgegaan met het verzoek aan de burgerij om dingen die ze abnormaal vinden, om dat met ons te delen. Ik heb begrepen dat er gebruik is gemaakt van een zwarte scooter. En wat daar verder mee gedaan is, dat is mij tot op nu onbekend. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, zo rond 10:15 kreeg ik een melding zowel van de alarmcentrale als van personeel wat hier vlakbij woont, dat er een plofkraak gaande was. Dus ik ben gelijk hierheen gesneld. Ik was 11:30 ongeveer ter plaatse. Ja, toen trof een behoorlijke ravage aan. Onze pinautomaat, of de pinautomaat die bij de plofkraak heeft plaatsgevonden, daarnaast zit onze elektriciteitsvoorziening. En nou, dat stond in de fik. En uit veiligheidsoverweging moest ik natuurlijk gelijk de stroom eraf. Wat betekent dat onze winkel zonder stroom zat. Voor de rest qua schade viel het wel mee. Wat schade aan de ruit. Alleen ja, voor een supermarkt is het natuurlijk een nachtmerrie als de stroom uitvalt. Want je hebt natuurlijk allerlei koelingen draaien die vol staan met diepvries- en versproducten. Dus ja, ik ben eigenlijk de hele nacht bezig geweest om noodvoorziening te treffen. Dus een aggregaat gekomen en installateurs. En nou, die hebben ervoor gezorgd dat wij weer op de stroom kwamen. En nou ja, dat was net op tijd, zodat de koeling en alles weer konden draaien. En wij konden 8:00 open. De broodjes die zaten erin. De cashier stond achter de kassa. En we zijn een paar uurtjes zijn we open geweest. Dus hadden we in principe weinig last van. Tot een gegeven moment de politie kwam en zei van ja, we moeten gaan ontruimen. En hebben de winkel moeten ontruimen, want ja, tijdens de sloop van het gebouwtje waar de pinautomaat in zat zijn ja, waarschijnlijk toch nog wat explosieven aangetroffen. En ja, dat moest nader onderzocht worden en dan wordt natuurlijk geen enkel risico genomen en werd de boel afgezet. En ja, konden we voor een bepaalde tijd konden we dicht en zijn we nu net weer open. Wat betekent dit voor een bedrijf zoals u, zo vlakbij zo'n apparaat waar een plofkraak gebeurde, wat doet dat met u?
Nou, dat is een gigantische schadepost. Ik was 11 uur gisteravond te plaatsen. En nou ja, ik ben er nog steeds om van alles te regelen. Dat begint met de stroomvoorziening. Dat is nog maar vraag of dat lukt. Nou, als dat niet lukt, dan kom je echt in een nachtmerrie terecht. Dan kan je al je verse producten weggooien. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar ja, goed, een winkel dicht doen. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil. En ja, dat kost gewoon gigantisch veel geld. In verschillende facetten. Je mist omzet. Je mist klanten. We hebben producten, vers producten ingekocht die we niet verkopen. Die misschien vanavond weg moeten gooien. Daarnaast schade aan het pand. Personeel wat je niet kan inzetten. Ja, een en al ellende. Hoe was de communicatie tussen de politie en u? Ja, op zich was die goed. Een prima woordvoerder en aan een vast aanspreekpunt waar we eigenlijk om het aantal uur zeg maar even contact mee hadden, wat de status was. Dat was voor mij natuurlijk eerst belangrijk om te zorgen dat deze winkel weer onder stroom kwam. En continu updates tot het moment kwam dat het net vrijgegeven werd. Dus op zich communicatie verliep prima. Heeft u al iets gehoord van uw collega's die ook in deze pand zitten, hoe het met hun is gegaan? Nou ja, mijn buurman die kan ook niet open in verband met veiligheidssituatie. Maar dat heeft meer te maken met het bouwkundige veiligheid. Daar hebben wij geen last van. Wij hadden meer met betrekking tot de veiligheid of er nog explosieven aanwezig waren. En de andere winkeliers die kunnen niet open, want die hebben geen stroomvoorziening en ook geen aggregaat draaien. Dus die zitten vandaag dicht. Ja, nou, je kunt zich voorstellen, dat kost gigantisch veel geld. Dus maar afvragen of ze morgen open kunnen. Inmiddels bent u open. Ik denk dat het voor u een opluchting moet zijn. Ja, een enorme opluchting. Enorm. Wat ik al zei, ik ben al vanaf 11 uur gisteravond in touw. En ik ben blij dat het nu achter de rug is, zeg maar. En we weer door kunnen. En het is afhandelen met de verzekeringen. En dan ga ik gauw zo mijn bed in. Wat vindt u van de actie wat de jongens gedaan hebben met deze plofkraak? Ik bedoel, zullen die überhaupt een benul hebben gehad van wat voor impact dat heeft voor de winkeliers? Nee, ik denk dat ze daar totaal geen impact van hebben. Ik denk van even snel geld maken en een explosiefje plaatsen. Maar ja, het heeft natuurlijk gigantische impact. Stel dat we echt niet meer aan de stroom konden, nou, dan loopt zo'n schade gewoon in de tonnen. Als die dan nu niet in de tonnen loopt met betrekking tot al de winkeliers die nu niet open kunnen. Dus ja, en wat voor een heel circus er buiten staat, wat het allemaal wel niet kost en teweeg brengt. Ja. Dat beseffen ze denk ik niet, maar daar zijn ze ook niet mee bezig. Dus snel binnenhalen en wegwezen. Ja, dat denk ik wel. En niet stilstaan wat voor ravage je aanricht. En ik hoor van de politie, ze kijken zelfs tegen, ook niet, ze doen het ook al bij pinautomaten waar appartementen boven zitten. Nou, dan heb je ook te maken met bepaalde veiligheidsissues. Dus ze houden gewoon nergens rekening mee. Ik wens u heel veel succes. Ja, dank u wel.